Schatje, mag ik je foto? Ja, dat is nog eens een outfit om aan te trekken met carnaval. Volgens de cijfers ben je als paashaas dit jaar helemaal het mannetje. De vrouwen scoren hoge ogen als ze als Roodkapje de kroegen onveilig gaan maken. EDTV dook op de eerste carnavalsdag van dit jaar de menigte in, op zoek naar de uitblinkers die aan hun kostuum zeker geen polonaise wilden. Welke vlucht gaan we direct pakken? Welke vlucht? Vlucht 49. Naar Amsterdam. Even die gebaartjes. Amsterdam is geen carnaval, hè? Eerst jezelf, dan uw kind. Waarom heb jij ervoor gekozen om als stewardess te gaan? Nou, ik wil een keer blond. Ik ben zelf donker. Ja, waarom hebben jullie gekozen voor deze outfit? Ja, dat is iets wat niet alle mensen hebben, zeg maar. Wel origineel, denk ik. En wij zijn ook Star Wars fans, dus dan ligt dat wel voor de hand, denk ik. Wat ga je dadelijk doen? Ja, ik ga met jou mee op vlucht 49. Mij, die doet het al een paar jaar en ik ben een rookie, zoals je dat zegt. Dus hij is de professional en ik doe het voor het eerst. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was het rijden waard. Toppertje. Heel erg leuk. Het is net begonnen. Ja, nu al. Maar wij zijn al een tijdje onderweg, hoor. Het is in Eindhoven super gezellig, dus ik zou zeggen, kom carnaval vieren in Eindhoven en dan heb je de avond van je leven. Mooi verkleed, zeg. Ja, gezellig, hè? Het is weer carnaval. Waarom hebben jullie gekozen voor deze outfit? Mijn dochter en ik zijn zeeprinsessen. Wat daar is helemaal gek van? Ja, prinsessen, maar wilde keer iets anders dan alleen maar roze. Ja. You're a fan of the Dutch football team? Yes, we love the Dutch football team. We think they're a great team. Have you drunk much today? No, we're just, this is our first drink. But we're Irish, so we're going to drink 14 of these. Ja, is dit niet hartstikke uit, zo'n boerenkiel? Nee, dan denk ik niet dat je het begrijpt. Wij komen uit Oeteldonk. En een Oetelonk is de hoofddracht, alleen de boerenkiel, de pet, de wanten, dat is de traditionele dracht. Dus niks is uit, ben ik niet met je eens. Carambo, caracho en whisky. Hatje! Carambo, caracho en gin. En de leven lucht even luchtje. Carambo, caracho en gin. Mag ik aan jou vragen hoe jij aan deze outfit komt? Die heb ik zelf gemaakt. Die heb ik een paar maanden voor carnaval. Dan dacht ik van, ik pak een stripfiguur, neem ik het over en dan maak ik het zelf. Je kunt heel veel relaties aanknopen, hè, met carnaval. Ja. Is dat al gelukt? Ja, zeker. Staat daar? Ik zeg, die staat daar, dat ben jij toch? Ja. Maar jij kunt ook gewoon elke vrouw krijgen nu natuurlijk, hè? Dus als zij dat nu moet weten. Ik heb er maar één nodig. Ik heb de prins gezoend. Ja. Ik heb de prins gezoend. In een kikker. Ook dat. De prins is nou een kikker. En als zelfs een verslaggever van EDTV een leuke meid kan scoren. Vanaf 3 uur is vooraf dat nu stilletjes ten einde loopt, eindig ik met Anouk deze carnavalsuitzending van EDTV. Ah, fijn. Vult u zelf maar in. Allah!